Hallo, ik ga je laten zien hoe je op GitLab een sprookje verandert. En er zijn een aantal stappen. We moeten hem eerst vinden op de GitHub van de cursus. Dan gaan we naar de GitLab, loggen in. We gaan naar het sprookje toe. Dan klonen we hem, dan komt hij op onze harde schijf. Dan gaan we in de juiste folder waar het sprookje in komt. We veranderen de tekst van het sprookje. Git vertellen we met twee commando's wat we gedaan hebben. En dan uploaden we het weer. En met deze manier kun je dus samenwerken aan een stuk code. Een sprookje is geen code, het is een verhaal, dus het maakt niet zoveel uit als het stuk gaat. Stap 1, vind de GitHub. Nou, om die te vinden, de GitLab, dat is het probleem, die is moeilijk te vinden. Dus hoe komen we daarop? Nou, we googelen op de jonge onderzoekers Groningen GitHub, bijvoorbeeld. Nou, dan zien we hier al de jonge onderzoekers Groningen GitHub. Daar gaan we dan heen. En onze cursus heet de Dojo. Zit je in Appingedam, dan heet die de Damster Dojo. En op de Dojo, dit is onze GitHub homepage. Kijk, dat is het logo van de jonge onderzoekers. Agenda en allemaal dingen. Rooster, allemaal dingen voor ouders. Leuk. Maar hier vinden we bij links de GitLab. Daar klikken we op. En we zijn op de GitLab. Nou, dan gaan we daar inloggen. En ik ben Jonkie. Jonkie bestaat niet, maar het is dus een voorbeeldleerling. Het paswoord is zoals altijd wat op het bord staat. En omdat ik de eerste keer inlog, moet ik dat paswoord ook veranderen. Nou, ik hou gewoon het oude paswoord, want dat vind ik een heel goed paswoord. Nu ik dat veranderd heb, moet ik nog een keer inloggen met mijn nieuwe paswoord. Dat doe ik. En hop, we zijn op GitLab. Jonkie is lid van meer groepen. Voor de donderdagavond, de nano's. Daar pak ik het sprookje van. Nou, het sprookje ziet er heel saai uit. Dit is de homepagina van het sprookje. En wij gaan dit ding op onze harde schijf krijgen door het te klonen. Nou, daarvoor heb je een URL nodig. En die staat heel handig hier. Als je hierop klikt, copy HTTP clone. Die moet je hebben. En nou zit die in je prikbord als het goed is. Clone, nou ja, hier staat. Ik heb hem wat kleiner gemaakt. Dit ding, kopiëren, Ctrl-C of je kunt hem ook hier kopiëren. En nou zit die in het geheugen van je computer. Dan gaan we naar een terminal toe. En dan doen we git clone. En dan plakken we wat we in het geheugen hebben. Bam, dat is dit lange ding. In het begin, dit beginstuk 66E56, dat is allemaal ingewikkeld. Dat is waar onze server staat, dat maakt niet zoveel uit. Maar dit is van de nano's, het sprookje. Bam! Nou vraagt hij van ja, maar hey, wie ben jij dan? Nou, ik ben dus Jonkie. En ik, mijn wachtwoord is waarmee ik net inlogde. En nu heb ik mijn sprookje. Nou, dat is mooi gelukt. Nu moeten we nog wel de folder van het sprookje in. Als je in de verkenner bijvoorbeeld kijkt, dan zie je dat er een map is sprookje. En als je de terminal ls doet, dan krijg je ook alle mappen. En dan zie je een map sprookje. Nou, daar moeten we in. Dat doe je met cd spatie sprookje. Enter. Dan zie je ook dat hier het woord sprookje komt. En nou zijn we dus in de map sprookje. Als ik daar ls doe, dan kan ik alle bestanden zien. Dan zie ik dat er één bestand is, readme.md. Ook in de verkenner kan ik sprookje ingaan en dan zie ik daar readme.md. Nou, de volgende stap is dat ik dat sprookje verander. Ik kan dat doen vanuit de verkenner, rechtermuisknop, open with mousepad. Dat is mijn favoriete editor, maar je mag ook iets anders pakken. Je kunt ook vanuit de terminal doen, dat doe ik liever. Mousepad, readme, enter. Nou, zien we het sprookje. En hij is nog een beetje saai. Dat maakt niet zoveel uit. Het gaat ook helemaal niet om wat er gebeurt. Heel lang geleden, in een land hier ver vandaan, leefde een draak die geen vuur spuwde. Ik heb nu het sprookje aangepast met een spannende plotwending. En ik save mijn bestand. Save. Dat kan ik met Ctrl plus S. Gewoon Ctrl S dus. En nou is hij gesaved. Je ziet ook als ik hem verander dat er hier een sterretje komt als je goed kijkt. Dat betekent dat het bestand is veranderd, maar dat hij nog gesaved moet worden.
Nou, ik doe dat ongedaan maken en ik sluit mijn editor met close window. Mooi, nou hebben we het sprookje veranderd. Maar nu moeten we nog aan Git vertellen en GitLab dat dat is gebeurd. Er zijn twee stappen. De eerste stap is dit. Git add spatie min min all spatie dubbele punt slash. Git add spatie min min all spatie dubbele punt slash. Daarmee zeggen we tegen Git dat we alle bestanden mee willen nemen. Git commit min m. Het gaat over een draak. Dat is het bericht waarmee ik beschrijf wat ik nou veranderd heb eigenlijk. Gewoon wat ik heb gedaan, dat zit in de commit message, wordt dat genoemd. Hoppa. Nou krijg ik een error. En dat is heel logisch, want hij zegt niet wie ik ben. Hij weet niet wie ik ben. Nou, dat kunnen we op meerdere manieren doen. Hij zegt, je mag dit doen. Nou, dan doe ik dat. Ik typ dat over. En dan moeten we hier dit aanpassen. Please adapt. En dan komt de following lines. E-mail Jonkie. Pam. E-mailadres, dat klopt. Met Ctrl S save ik het. Dat staat er niet. Ctrl S. Met Ctrl X ga ik eruit. En nou heb ik mijn gebruikersnaam veranderd. Git zegt ook dat ik dit moet doen. Nou, dat ga ik nu doen. Ik selecteer het. Ctrl-Shift-C. Kan ook hier. Copy selection. Nou, plakken we de selection. Paste selection. Enter. Hij zegt van, hey, wil je dat echt wel doen? Ja, dat wil ik. Doe Ctrl-X-Exit. En nou kan ik, denk ik, Git push doen. Dan komt het online te staan. Vraagt hij mijn wachtwoord weer van wie ben jij? Nou, ik ben Jonkie. Mijn paswoord is voor mijn login. En het is mij gelukt. Als ik nu ga kijken naar de GitLab. En ik druk op verversen. Dan staat die dus op de GitLab. Hier staat al, het gaat over een draak. En hier staat mijn tekst. Wat je dus nu hebt laten zien is hoe je de GitLab vindt, inlogt, het sprookje op jouw schijf zet, in de folder gaat van het sprookje. Het sprookje verandert, add commit en ook hoe je je login aanpast en git push hoe je het online krijgt. Ik hoop dat het duidelijk was en ik wens je nog een hele fijne dag. Houdoe!